Dit is, hier loopt normaal gesproken geen water. Maar vandaag is het toch wel erg regenachtig. Ook daar loopt het water nu gewoon door de tuin heen. Hier wat filmbeelden vanuit onze voordeur. Daar is de kiel, hij loopt op buiten de oevers. Nou, we weten hoe dat komt. Nou, het water loopt ook een beetje onder onze tuin. Kijk, dat komt hier gewoon vandaan van de berg afgeklaterd. Het loopt echt van alle kanten over naar beneden. De water is nu al heel erg heftig. Daar komt dus van ons terras af. De meeste loopt gelukkig over het pad dan naar beneden. Hier staat een heleboel onder water. Dit is het terras van Erik. Ik wil wel weten hoe het eruit ziet. Wat er uit onze tuin loopt. Dat is. Wat is dit? Godverdomme. Ja, de kiel is ondertussen een meer geworden. Ja, het is echt. Dus, ik denk dat we hier wel wat. Wat schade van zullen krijgen. Alle macht over het water. Ja, Nina. Even kijken. Dit loopt. Ja, nou, ja, nou, ja. Ja, de plombers die gaan drijven hier. Tjonge. Niagara waterval, de jachtertuin. Nou, het meeste heb ik gelukkig wel een beetje kunnen sturen met balken en plantenbakken. Dat is het meest snel geniet. De verkeerde kant op loopt, maar nou, dit is zoveel. Dit kan je tegenhouden. Een beetje sturen, hier is de plantenbakken. Ja, hier. Dat is ons voetpad. Hier komt de tuin in. Ja. Nou, gelukkig. Gelukkig blijft. Gelukkig blijft het huis zelf al wel droog. Kijk. Het komt echt. Maar dat is een heel vergeten naam. Stil man. Hier hebben we een Hollands waterwerk gebouwd. Erikie. Goed gedaan, Erik. Ik heb geloof daar nog wel. Ik ga maar eens een bak koffie doen. Ja, de situatie is behoorlijk verslechterd. Zoals je ziet zijn we nu binnen druk aan de gang om de boel weer in orde te krijgen. Hier hebben we de deur van de kerk gauw dichtgespoten met peurschuim en planken. Nou, de hele kapel staat onder de blubber. We proberen de schade te beperken. Maar het is wel een heel klusje. Wat hier onder water. Ik ga het licht uitdoen, want de lampen begint te dritten en zitten vol met water. Dit is shit, jongens. Ach, wat een water. Ai, ai, ai. Het water staat hier nu tegen het raam. Het is de nieuwe moestuin. Ja, het komt naar binnen. Gelukkig zijn we bezig met het maken van een badkamer. En hebben hier al de afvoergoot erin liggen. Ja, die wordt nu druk gebruikt. Dit zal de kamer zijn met de minste schade. En dan is zo. Oh shit. Het is even opgehouden met regenen. Dat is maar goed ook. We hebben water zat. Dat is de kiel.
begreep dat bij de kerk meter water op de weg staat. Ik denk dat wij dan redelijk overleven hier. De mensen die wat lager wonen, die denk ik een grote probleem hebben. Maar het is één grote blubberbende. Oké, nu wordt het ondertussen echt wel een beetje nijpend. Zoals je ziet, de rivier de Kiel staat al bijna tot aan het wegdek. Nou, we zitten hier met de Rode Ente, zitten we nog wel iets daarboven. Maar we gaan toch het huis nu ontruimen. De gasten die er zitten, die halen eruit, die brengen we naar het klooster. Je ziet het 50 meter verderop, daar staat de weg volledig onder water. Dit is... echt ongelooflijk. Je ziet echt alles langskomen drijven. Grote hooibalen, complete bomen. Het is echt erg. De ochtend na de enorme wateroverlast van gisteren. Het klooster heeft het redelijk gehouden. Wel wat probleempjes, maar ach, als je dit zo ziet. Normaal gesproken ligt de rivier een paar meter lager. Nou, kijk, en daar... begint het 50 meter verderop, daar staat het water over de weg. De Rode Ente heeft het ook redelijk goed gehouden. De laatste drek gaat de Kiel in en dan hebben we het terras schoon.